Nou ja, voor mij is het eigenlijk de eerste draaidag. Dus ik speel Lucien. En Lucien is assistent director van het bedrijf Wolf Fashion. En daar is Victoria Koblenko, zeg maar, de directrice. En ja, ik leid een beetje dat bedrijf. En ik zorg dat alles klopt. Ik regel de shoots. En ik regel de stagiaires. En nou ja, en ik ga eigenlijk met Esmee aan de slag. Ik geef haar per ongeluk een makeover. En nou ja, dan gaat het vandaar eigenlijk, begint het verhaal een beetje. We zijn vandaag in het magazijn, dat is de gevangenis van Wolf Fashion, waar je totaal niet gevonden wil worden. Ja, het is voor Esmee wat minder leuk, maar ze is een beetje gedegradeerd tot het magazijn. Dus ze wil eigenlijk gewoon ontwerpen, mooie dingen maken en nu staat ze vuilnis aan het weggooien. Totdat ze het zelf wat leuker probeert te maken voor zichzelf. Dit is het moment dat zij inderdaad bedenkt van, nou ja, goed, ik mag hier wel in het magazijn staan, maar ik ga toch maar even, ik ben wel bij Wolf Fashion, dan maar in het magazijn, maar ik ga hier wel wat mooie dingen maken. En Lucien maakt Esmee uiteindelijk tot Lizzie, dus hij is eigenlijk een beetje de creator van Lizzie. Ik transformeer Esmee naar Lizzie, want dat is namelijk een beetje mijn verantwoordelijkheid. Dus nu ziet ze er nog een beetje sobertjes uit en zometeen is het een, ja, van vertel. We hebben nog nooit zo hard gelachen als iemand zich ging opmaken, want hij pakte de blush, hij mixte alles door elkaar heen, wat dus we nog nooit hebben gedaan. En dat smeerde die over heel de gezicht, dus ze werd echt alle kleuren heen. Ik weet hoe ik mijn eigen haar moet kammen, dat gaat meestal redelijk goed. Maar iemand anders haar kammen en sowieso make-up ben ik niet zo goed in. Maar ja, Lucien, de jongen die ik speel, die kan dat allemaal wel heel goed, dus ik moest dat net allemaal doen met oogschaduw en... Ik ben de andere woorden helaas een beetje kwijt. Het was allemaal rouge, nou ja, shapen, ik moest van alles doen. Dat moest ik eigenlijk wel een beetje op oefenen. Het is wel te zien dat hij nog niet vaker heeft gedaan. We hebben ons kapot gelachen erop. Ah, Esmee. Ik zie dat jij je première outfit al aan het strijken bent. Ja. Ja, wanneer is het ook alweer? Was dat niet op 2 december? 2 december. 2 december, première van Fashion Chicks. Yes. Met Lisa. En Patrick. Tot in de nacht. Oh, ik dans met jou. Tot in de nacht. Oh, ik dans met jou. Tot in de nacht. Oh, ik dans met jou. Tot in de nacht. Oh, ik dans met jou.